Kracht aan de bal. Kan meters maken. Naar Gomez. En Amuzu klimt hoog. Waarom niet? Dit moet het doelpunt zijn. En Jan Udo. En het doelpunt van Benito Raman. In de herneming. Op dat schot van Amuzu dat ze niet wegkregen. En Raman stond op de juiste plaats om al heel snel in deze wedstrijd de 1 op het bord te zetten. Ons debuut. Regardez cette présence anderlechtoise. Il y a du monde. Il y a des solutions pour le centreur. Et ça se paye cash. Il y a aussi cette vivacité de Amuzu, Benito Raman, 1-0. Début de match, franchement, réussi de la part des Sporting Boys. Important, j'allais vous parler d'Olsen, un garçon dont on cite peu le nom, mais qui est aussi précieux. Attention à ce mouvement-là de la part de Vitesse, avec encore une fois Van Kronbrugge présent au bon endroit. Et là, il ne peut rien faire. Quel but! Splendide but de la part de Vitesse Arnhem. Ah, celle-là, elle était imparable. Ben. Bedient aan Gobo, dat is een goede trap en een dito redding. Maar kijk dan hier. Oh la la, l'extérieur du pied. Hein. Quel but. Dit is er eentje voor op YouTube. Dan gaan we het nog wat beter zien. Ja, kijk. Oh, quel effet. En Anderlecht dat het gaspedaal liever dan een beetje minder aan het induwen was. Vitesse kwam wat beter in de wedstrijd. Kwam wat beter meevoetballen. Dat leidde tot wel een goede kans. Van Darfalou, nu even opletten met Amuzu. Met de bal voor doel en jawel! De 2-0, de 2-1 liever van Benito Raman, die zijn tweede scoort van de avond. En encore une fois, cette présence, c'est symptomatique depuis le début du match. En zijn naam wordt gescandeerd in het stadion. Zoals ik al zei, was wat sepsis toen die van Schalke werd getransfereerd naar Anderlecht. Maar ik denk dat de supporters die sepsis meteen al hebben laten vallen, zeker na zijn twee doelpunten van vanavond. Maar kijk hier, toch een goede combinatie van Murillo en Amuzu. En dat gebeurt wel meer bij Anderlecht dit seizoen. Très clairement Francis Amuzu ce soir. Inderdaad, Amuzu die ook tegen Lazio beslissend was met dat eerste doelpunt in de wedstrijd. Op het toernooi. Dit is een lastige bal en het doelpunt meteen. De bal lijkt wat af te wijken. Het is een beetje een eigenaardig schot. En meteen het doelpunt, de gelijkmaker van Vitesse. Komt echt uit de lucht, valt toch een beetje. Pek Zwolle, et là, encore une fois, le pied gauche qui fait la différence. Ça passe dans un mouchoir de poche, mais ça passe tout de même, malheureusement, pour le Sporting Bruxellois. Ça a été dévié par... Vince voorlopig niet. Il doit faire attention, Hoot, hein, il en fait trop. Et il met son équipe en danger, Wesley Hoot. Heureusement, là, il y a le retour de Gomez. C'est pas terminé, c'est goal. C'est goal, et celui-là, il est en grande partie pour la pomme de Wesley Hoot. Ja, kijk, ook dit is niet echt heel goed strak gestaan. Komt er ook een goede bal in de box. Met Olsson. Tot bij Jari Verscharen aan de rand van de 16. Kan het halen, het doelpunt! De goal is de Verscharen, want c'est bon! Splendid! Legalisation 3-3, comme quoi il faut toujours y croire! En het Lodopark in vuur en vlam, terwijl er 5 minuten bij komen, de gelijkmaker. Scoorde ook al vorige week tegen Lazio. Ah, c'est ce qui s'appelle monter au jeu et faire la différence directement. Jari Verscharen, ça c'est un but qui compte.